Deze games zijn gemaakt in België. Ik ben Steven Verbeek, ik ben ondernemer en ik heb een grote passie voor videogames. Dus 4 jaar geleden heb ik mijn eigen bedrijf Crazy Monkey Studios opgericht. En dagelijks hou ik mij bezig met de finance en de ontwikkeling van videogames. België is niet zo'n gemakkelijk land om als game developer aan de slag te gaan. Ook omdat de werkgelegenheid relatief klein is ten opzichte van onze buurlanden. Dus ik merk toch wel dat er veel jonge game developers een job zoeken in het buitenland. Een game developer is iemand die houdt van lange dagen werken en die houdt van pizza. Hij heeft een hoge motivatie nodig. Hij moet doelgericht kunnen werken, stressbestendig zijn. En moet ook vooral logisch kunnen nadenken en goed zijn in wiskunde. En een teamspeler zijn. De meeste Belgische game developers komen van de opleiding DAE, die men kan volgen in Kortrijk. Dus daar hebben ze een opleiding die volledig gespecialiseerd is in het opleiden van game developers. Mijn naam is Dominique. Ik ben een derdejaars student van Digital Arts and Entertainment. We zitten met een 400-tal studenten die beginnen elk jaar. Dat stijgt ook elk jaar. Maar studeert maar ongeveer 20% van dat aantal af. Met de zaken die dat we hier leren, kunnen we perfect ook andere zaken gaan mee helpen. Dus we zien veel meer digitalisering binnen de allerlei industrieën nu. Laten we zeggen reclame. Alle autospots die momenteel draaien op tv, volledig digitaal. Daar worden geen echte beelden meer gebruikt. Er zijn ook veel meer mensen geïnteresseerd aan het raken. Want we hebben een grote creatieve pool, maar we verliezen alles naar het buitenland. Waar de industrie wel boomt. Nu zien we toch meer en meer kleine start-up bedrijven, dus indie bedrijven zoals we het noemen. En we zien de grotere bedrijven eindelijk een beetje groeien, proberen een hogere stap van kwaliteit aan te nemen. Dus nu is de vraag, kunnen we op tijd een inhaalbeweging maken? Om toch mee te kunnen spelen met de grote spelers en te zorgen dat deze industrie bij ons evenveel waard wordt als de rest van de wereld. We zijn sinds januari 2014 gestart met Gunscore en Cannoli. Hit the bricks, punk! I'll take it from here! Het project is bijna klaar en we hopen binnen x aantal maanden het spel te releasen. Een game start meestal bij een leuk concept, een leuk idee, dat we dus conceptueel gaan uitwerken. Onze game designers gaan hier een mooi document van schrijven, een game design document. Hiervan gaan we dan een prototype bouwen. Dit prototype gaan we testen, zien dat het spel leuk genoeg is voor onze spelers. En dan gaat de rest van ons team, onze artiesten, onze developers, samenwerken en dit spel tot één geheel vormen. Ik ben Benjamin en ik zorg vooral voor de grafische stijl van het spel. Ik zorg ook voor het karakterdesign en de achtergronden. Alle elementjes dat in beeld zijn, zorgen dat het perspectief juist is, want alles moet in de levels passen uiteraard. En dat de belichting goed zit. Het moet een geheel lijken. Het Belgisch publiek weet dat onze Belgische films niet moeten onderdoen ten opzichte van Amerikaanse producties. Dus wij hopen als game developers dat wij ook ooit diezelfde erkenning kunnen hebben.